Welkom bij VaarTV. We varen vandaag in Limburg. En dat is nou niet de eerste provincie waar je aan denkt als watersporter. Maar toch, Midden-Limburg heeft het grootste aan één gesloten watersportgebied van Nederland. Kijk maar eens even. Groot, toch? Vivian en Ferdinand starten in de buurt van Roermond, een Bourgondische stad op de plek waar de rivier de Roer uitmondt in de Maas. In de jachthavens in de stad, maar ook aan de Maasplas aan de overkant van Roermond, heb je tal van plekken om lekker te loungen. En wie geen boot heeft, kan hier een sloep huren. Kijk, hier is tenminste gezellig, want ik zie gemak. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat leuk. Mag ik eigenlijk aan boord komen? Ja hoor. Wil je ook een hapje? Nou, heeft u nog extra? Ja hoor. Oh, heerlijk. Ja, dat hoort er wel een beetje bij hier, hè? Tuurlijk, dat is echt genieten op de duim. Lekker, dankjewel. Och, dat ziet er heerlijk uit. Van de soort in huis gehaald. Gaan jullie het meest met z'n tweeën of niet? Met z'n tweeën. En dan de Grindgaten, de Paardsplas, de Zuidplas, Olenplas. En dat is heerlijk varen. Wat is hier zo mooi dan? De rust. Ik vind de rust het mooiste varen. Want wij varen nooit op drukke weekenden. Maar wij varen echt als het rustig is. En dan... Mag ik even binnenkijken ook? Ja hoor, ja? Zeker. Dat vind ik altijd leuk om te zien. Het is gelijk een eigen sfeertje. Ja, dit valt me dan meteen op. Dat als je hier gaat zitten, dat je gewoon lekker goed naar buiten kan kijken. Dat is dus heerlijk. Dat is juist een van de voordelen waarom we ook de boot gekocht hebben. Dat je van alle kanten naar buiten kan kijken. Als jullie nou zo samen zitten, hè, en de boot die vaart lekker, hoe voelt dat dan voor jullie? De vrijheid. De vrijheid, de ontspannendheid. Ja, de gewoon rust. Ja. Hoe zit het met de romantiek? Nou, dat gaat wel. Nou, ik laat het hierbij. Ik wens jullie een hele fijne dag. Bedankt voor de gastvrijheid. Doeg! Midden-Limburg heeft twee nationale parken. De Grote Peel en de Mijnweg, waar je de natuur op zijn allermooist kunt zien. Daarnaast zijn er schilderachtige plaatsjes, zoals het witte dorpje Thorn. Midden-Limburg voelt al als buitenland. Maar op een steenworp afstand liggen dan ook nog eens België en Duitsland. Dus ja, je kan niet alle kanten uit. Vivian en Ferdinand varen in Midden-Limburg en zijn op weg naar Roermond. Gaan we nu even snel? Ja, dat is toch lekker dat hier mag even. Heerlijk. Mogen we even aan boord komen? Zo, hartstikke idee. Hoi. Hoi. Nou, hallo, ik ben Vivian. Hoi, Sabine. Hoi. Hallo. Hoi. Bert. Vivian. Ik zag dat de boot Thuishaven Roermond heeft. Thuishaven Roermond, ja. En hoe lang heb je hem al? Een jaar of 10. Zelf gebouwd, hè? Zelf gebouwd. Ja, oh, nee, zeg. En hoe begin je als je een eigen boot bouwt? Nou, ik zit in het vak, als het ware. Oké. Okay. Ik zit in de watersport. En op een gegeven moment ga je aan je oude dag denken. En dan denk je van, ja, bouw een bootje voor jezelf. Dan heb je straks wat voor te varen. Nou, dat doen we. Dus ook in de zomer gaan we... We zijn twee keer naar Frankrijk geweest. We zijn naar Berlijn geweest. Dat zijn best flinke afstanden ook. Wat zijn jullie van elkaar? Wij zijn vrienden van elkaar, goede bekenden. En allebei betrokken toch wel bij het watersport in en om Roermond. Waar gaan jullie vandaag heen? Wij wilden eigenlijk even de stad invaren. Voor boodschappen doen. Nou, daar wil ik wel mee varen. Vaar. Gezellig. In deze Bourgondische en historische stad ligt op 5 minuten lopen vanaf de haven het Designer Outlet Roermond. Je vindt hier meer dan 200 internationale designermerken in meer dan 150 shops. Maar ook de binnenstad is een geweldige plek om te shoppen of jezelf culinair te laten verwennen. Ondertussen gaan Vivian en Ferdinand aan de overkant van de rivier tanken. Ojassis, waarom Ojassis? Nou, ga maar een keer tanken met dat ding, dan weet je het gelijk. Ojassis, ja, die goede tappen weer. Ik ga maar afrekenen met die man. Ga jij maar afrekenen. Ga ik even binnenspieken. Zijn er dan ook dingen dat je denkt, ja, ik heb een boot, dat moet absoluut mee aan boord. Dat hoort erbij bij ons. Met pleintje. Oh, wat liefje, hè? Nou, te grappig. Natuurlijk gewoon hartstikke plastic dingen. Het is gewoon lelijk. Hij kan zwemmen. Ja, alles. Hij kan alles. Hij overleeft alles. Hij kan alles. Aan de overkant van de Maas liggen de Maasplassen.
De bekendste zijn Hatenboer, de Zuidplas, de Weert en de Olderplas. Omdat hij zoveel water is, kun je ook een hoop roeien, kanoën, surfen, zeilen, motorboot varen met een sloep erop uit. Noem het maar op en je kunt hier zelfs in een gebied naakt recreëren. Blijf kijken dus. Tot zo. Welkom terug. We varen nog steeds in Midden-Limburg. Net Roermond gehad en nu naar het groen van de Maasplassen. De Maasplassen vormen het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland met meer dan 3000 hectare water rond rivier de Maas. De sluis bij Lin heeft een verval van 4 meter. Dus moet je de boot losjes vastleggen. Kijken of ze daar nog mot gaan krijgen. Ja, je kan het! Nog een keer! Ja, ja! Hey! Mag ik bij jullie aan boord stappen? Mag ook nog. Ook nog. Nou, gezellig. Hallo allemaal. Hallo. Hey, in de sluis. In de sluis van Lin, ja. Wordt het stress of... Welkom in Limburg. Nee, de sluis van Lin is een heel makkelijke sluis. Sluis Lin ligt tussen twee hele mooie vaargebieden. Het vaargebied van Roermond en bovenstuk Wessem, Torren en richting Maaseik. Allemaal die havengebieden. Dus dit is een heel druk bevaren sluis. Wat zomers echt leuk is om ook voor toeschouwers hier te kijken. Ja, ja, dat gaat vast een hoop mis, dat weet ik zeker. Ja, ja, ja. Is er wel eens wat misgegaan in de sluis bij jullie? Bij ons eigenlijk niet. Nee, we hebben nooit echt ernstige dingen gezien. Ik denk in hetgeen wat we gevaren hebben, dat we al zo'n 700-800 sluizen hebben gehad. In die 8-9 jaar, dus met name Frankrijk. Frankrijk zijn er wat makkelijker sluizen. Dus de automatische sluizen. Maar we hebben al het nodige gezien. Ja. Dan kan je het wel, hè, inmiddels. We hebben vaak ook, dus dat bij mensen langs zij vragen, kom maar hier, dan gaat hij goed. Net ging het al verkeerd, gooi hem nou weer los. Pak hem niet los, maak je één wil. Gewoon. Er gaat nooit wat mis in de sluis, nooit. Ja, doe maar gewoon. Nou, dan schiet die vanzelf los. Ah, hadden bijna overdwars erin gelegen. Ja, dat is wel zo'n mensen. De Maasplassen zijn ontstaan door het winnen van zand en grind. De kans is dus groot dat er in je huis bouwmateriaal is gebruikt dat hier is weggehaald. Toch leuk dat daar water voor in de plaats is gekomen. Vivian en Ferdinand varen door de verrassende natuur van Midden-Limburg. Waar de spannende rivier wordt afgewisseld met de rust van de grindgaten en de gezelligheid van de Limburgse Maasplassen. Er zijn hier voldoende jachthavens, maar je kunt er ook voor kiezen om midden in de natuur af te meren. Goeiedag. Goeiedag. Ik spring er hier even op hoor. Kom maar op. De onvermoeide. Ja, kleine Klaas. Bent u dat, de onvermoeide? Ook. Ja, oh ja? Ja. En waarom dan? Ja, nee, die boot heet al zo toen ik hem kocht. En hoe lang hebben jullie deze boot al? Die heb ik een jaar of 8. Ik? Of is die van jullie samen? Nou, ik ben weduwnaar, zij is weduwe. Ja. Dus we leven in zonde. Nou. Ja. Maar wat gezellig. Ja. Nou, dat jullie elkaar wij gevonden ook, hebben. Ja. Daar ja. zijn we al blij mee. Maar dat is toch mooi? Ja, we zijn eigenlijk, het is eigenlijk een gewenningstocht, hè? Nou. En vertel, even terug. Hoe lang zijn jullie dan samen? Weet jij het nog? Anderhalf jaar. Dat was de slechtste bezoek. En had u daarvoor ook altijd gevaren? Nee. Hoe is het dan om een man weer te ontmoeten? Ja. En dan heeft hij ineens ook een boot. En dan nee, moet je mee. Dat is helemaal geen verkeer. Dat is de voorwaarde. Oh. Dus je kon mee als je het leuk vond. Want anders kon je thuis blijven. Oh ja? Ja. Oh. En welke voorwaarden heeft u aan hem gesteld? Dat u zei van nou, je kan alleen dan mee en anders hoeft het niet? Geen enkele. Oh nee? Nee. Oh. Dus dit is inderdaad de onvermoeibare en u bent eigenlijk de makkelijke. Ja, vind ik wel. Nou, de flexibele, bepaalde grenzen neem je het over. Daar. Dan neem je het over hoor. Ik wens jullie een hele fijne avond nog. De groeten, hè? Doei! Dat is toch bestreken. Dag hoor. Sinds hoe lang vaart u al? Oh, al 35 jaar. Ja. En waar bent u mee begonnen? Een bootje van 1,07 meter. En toen werd hij 9,5. En toen werd hij 10. En toen werd hij 11,5. Maar altijd een motorboot? Altijd een motorbootje. Ja. En hoe vaak gaan jullie naar de boot? Nou, we zijn... Hij is 14 jaar geleden pas in het water gekomen. Hij lag op Wat de werf. Laat?
Ja, want ik heb 6 weken heeft hij op de kant gestaan. Ik heb het onderwaterschip geverfd, ik heb de zijkant, de boeg geverfd. Ik ben nog niet helemaal klaar. Maar ik heb gezegd, nou, prima, nou gaan we eerst wat anders doen. Even genieten van de boot. Ja. Verzamelen, lekker erop ja. uit. Ja, 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 want had me ja niks daarvan. Maar wat moest er nog gebeuren nu qua onderhoud? Want er moest nog wat ik gebeuren. Ik heb aan de zijkant het groene gedaan, ik moet alleen het witte nog doen. Ja. Nou, succes. Dat zou wel lukken. Veel klusplezier. Ja, dankjewel. Doeg. Ja. Hoi. Tijd om af te sluiten. Een borrel. Een borrel. Bosmolen Plus. Dat komt helemaal goed hier volgens mij. Dat lijkt mij ook. Dit was Vaart TV. Heel graag tot volgende week. Volgende week vaart Vivian in de gemeente Buren rond het eiland van Maurik. Een plek waar je alle vormen van watersport tegenkomt en ook fatsoenlijk kan leren afmeren. Nou, hij ligt er hoor. Meer informatie vind je op onze website en heb je een aflevering gemist? Ga dan naar rtlxl.nl.